beste mensen. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een lekkere vispastei maakt. Eenvoudig, gezond en lekker. En wat hebben we daarvoor nodig? Bladerdeeg. En verder hebben we nodig natuurlijk vis. Ik heb wat kabeljauw, ik heb wat garnalen, wat zalm en ik heb hier wat champignons nog, sjalotje, wat knoflook en wat Italiaanse groenten. We beginnen met de boter te smelten in een pan. Oké, ik heb de roomboter in de pan gedaan. Dan laat ik een beetje uitbruisen. En dan begint ik met, ik heb hier een beetje knoflook, verse knoflook gesnipperd en een sjalotje. Voegen we erbij. En dat gaan we even aanfruiten. Aanfruiten noemen ze dat. En dan heb ik hier, heel eenvoudig, kun je ook wel kopen, Italiaanse roerbakgroenten. Die gooien we erbij. En ze hoeven niet helemaal gaar te worden, want die taart gaat straks nog in de oven. En dan gaat het allemaal nog een beetje door. Dan heb ik nog wat champignons. En die snijden we er ook door. En dit gaat allemaal lekker door elkaar. Kijk, ik heb nu de champignons en de groenten, de knoflook, een beetje aangefruit. En dan ga ik de vis erbij gooien. Ja, gooi, erbij doen natuurlijk. Ja, je mag hem ook bij gooien als je dat leuk vindt. Garnalen erbij, zalm erbij. En dat mengen we voorzichtig een beetje door elkaar. Het hoeft ook nog niet gaar te worden. Daarna moeten we dit even een beetje kruiden. En dan nemen we dille. Vooral wat dille, daar mag er best wel een beetje bij. Wat nu gaat gebeuren, nu voegen we dus bloem bij. Gooi je er voorzichtig overheen. En dan gaan we dit voorzichtig mengen, zodat de bloem een beetje kan door elkaar in de pan. En dat doe ik weer een beetje al improvies. Ik denk dat er iets meer bloem bij mag. Je moet natuurlijk wel wachten, rustig aan, tot je het gevoel hebt dat die bloem een beetje gaar is. Koken met je ziel en met je hart. Nou, de geur komt mij al tegemoet van de vis en van de dille en van de knoflook. Nou, dan zet ik het vuur iets lager. En nu komt de truc. Ik heb hier namelijk visbouillon. Hoe kom ik aan visbouillon? Dat is heel eenvoudig. In iedere supermarkt te krijgen blokjes visbouillon. Dus ik heb daar een visbouillon blokje in gesmolten. Met wat melk erbij. Zodat ik een beetje een romige, ragoutachtige substantie krijg. Let op. En dit is dus weer koud en dat is dus warm. En dan voeg ik dat dus in één keer allemaal toe. En dan gaan we dus het vuur weer wat hoger zetten. En dan gaan we roeren. Rustig aan. Dat die vis niet helemaal zo pulvert. Het is natuurlijk wel leuk dat er nog wat stukjes vis in blijven zitten. En dan zul je zien dat hij van lieverlee gaat binden. Nu zie je dat het een mooie ragout geworden is. En dan gaan we dit even koud zetten. En dan kun je in tussentijd doorgaan met de bladerdeeg. Die bladerdeeg, dat zijn natuurlijk allemaal plakjes. En die gaan we
op een bakplaat leggen. De visragout is inmiddels een beetje afgekoeld. En dan gaan we hem dus in de taart doen. Kijk, je kunt ze een beetje uitrekken nou. Kijk, ik heb hier een beetje een eitje losgeklopt. Dan ga ik het even een beetje zo insmeren. En dan gaan we hem zo optrekken, vastplakken. Optrekken en vastplakken. Kijk, en zo maak je er dus gewoon een beetje een taart van. En er zijn mensen die maken er van een stukje korstdeeg ook nog een roosje op. Maar dat doe ik nou niet. En dan smeer je hem daarna, smeer je hem in met een geklopt eitje. En dat is ook leuk voor de kinderen, die kunnen eventueel ook meehelpen natuurlijk. Die kunnen die taart dichtplakken, die kunnen het eigeel erop smeren. Klaar is Kees, maar dan gaan we hem nog even pakken. Onze Simon die zit er weer bij en die komt vandaag weer keuren. Maar er valt weinig te keuren voor hem vandaag. Hij mag kijken. Ik heb nu de oven voorgewarmd op 225 graden. Hete luchtoven hebben wij. En dan begin ik met ongeveer 35 minuten laat ik hem bakken. We zijn ongeveer 40 minuten verder, denk ik. En we gaan even kijken. We trekken de oven open. En we zien dat hij mooi goudbruin geworden is. Kijk, en zo komt hij dan uit de oven. En dan laten we hem weer even afkoelen. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u geniet van de vispastei. Je kunt er straks lekkere stukken van snijden, punten van snijden. Een bak sla erbij. En u heeft een geweldige maaltijd. Tot de volgende keer. Ik kan niet wachten. Heerlijk.